Yo, what's up guys, daar ben ik weer, port 45 alweer van Assassin's Creed 4 Black Flag. We beginnen aan sequentie 12, zuiver bloed, op dit punt, enjoy the cutscene. Captain Kenway! I'm assuming this is the friendliest face you've seen since dropping anchor? Is Havana under curfew on my account? Aye, Torres seems to think someone's coming after him. He's not wrong. A monkey looking thing? Is that what I think it is? Aye, watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's by the church. Keep this safe, just in case. I'll be at the bureau. Good luck. Ja, nee, precies. Assassins onder elkaar, toch? Je weet zelf. Oh, sorry, ik zal daar niet te opvallend gaan hangen. Rustig aan, man, ik ben er niet eens. Waar heb ik op de grond liggen? Gozer had geen idee wat hem overkwam. En dat is perfect. Dat is prima. Maar jezus, er zijn 12 dingen beschikbaar in de kapiteinszit. Ya está bien, detente! Puedo abatirlo de un tiro. Punto de mira. Oké, ja, ik word natuurlijk nu gezocht. Nou ze is hem alweer volledig kwijt. Dat is natuurlijk fijn om te weten. Hij is nog steeds naar me op zoek. Geen flauw idee wat hij aan het doen is, die jongen. En hij heeft ook gewoon nog steeds geen flauw idee. En we gaan natuurlijk nu binnen dit groene gebied op zoek naar de plek waar we heen moeten. Wow, ontdekt? Nou, daar moet ik dus heen. Even kijken waar ik heen moet. Nou, dat is precies de locatie. Sterker nog, ik spring op hun hoofd. Ik selecteer ook wel eventjes gewoon mijn messen en mijn zwaarden. Dubbelmes, lijkt me iets beter. Attention. Waar zullen ze heen gaan? Kijk hem nou staan. Oh, pijn in mijn rug, man. Ik sta al heel dag hier en ik sta al heel dag in de zon vandaar ik zo bruin ben. Nothing happened. I swear, nothing happened. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Okay. Cerrad esas dos. Gelukkig, dit ging net goed. Señor, sí, señor. Dit ging echt net goed. Yeah, right. You can shoot us like you did the rest of our crew. Phew! Oké, we zijn ze weer op het spoor. Oh, Dios, ahora qué? Marcus! Oh, Jesus! Gracias, señor. Whoa, what the fuck? Cállate. Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Oh.
está a tiro. Oké, vet irritant dat al die dudes daar staan. Ze staan te guarden, ik word helemaal lijp van. Nou, dan maar zo in de achtervolging. Fucking irritant dat ik overal word gespot, maar ja, wat doe ik eraan? Jezus, overal! Ja, ontdekt. What the fuck, hey? Overal enemies. Hoe kom ik hier in hemelsnaam weg? Oké, dat is in ieder geval gedaan. Ik was even vergeten dat je niet kon sprinten en ja, vechten tegelijk blijkbaar. Heel dat katje daar nog staan, die staat echt vet droog, zo van, huh, wat ben je aan het doen, hè? Miauw, ik geef jou kopjes. Er zijn hier vast en zeker meer van die, ja, kijk, er staat er weer eentje. Oké, daar lopen ze met z'n allen. Hij komt naar me zoeken, ik weet het zeker. Oké, daar zijn ze. Hoe de fuck ga ik daar komen? Vermijd gevechten vanaf dit punt. Ja, vermijd gevechten vanaf dit punt, oké. Dat gaan we dan ook zeker doen. Zijn we weer opeens aan het doen? Net liep je dit rondje niet. Zo. Oké, hier ben ik. Dat in ieder geval. Phew, dat was toch wel eventjes... Ik zit wel even puntje van mijn stoel hoor. Het is best heftig dit, om dit perfect uit te voeren. Ja, hoe kan ik hier gevechten vermijden, man? Het staat helemaal vol met enemies hier.
Hij gaat vallen hoor. Jezus, hé, dit is wel echt heel lastig. Mag ik slaappijl eigenlijk wel gebruiken? Hoppakee. You're done, Tom. Oh, gedaan. Christ. This again, eh? Oh, shit. No man's immune to a pistol shot, I reckon. Oké, hij gebruikt dus een pistool. Ik moet hun gebruiken. Oké, maar waarom werkt het dan niet? You're too skilled for swordplay. How about a little gunplay? Oh, what the fuck ben je aan het doen, Ed? Kijk, het grappige is, hij is wel zijn gun aan het herladen, maar ik heb nu dat Maya kostuum, dus het boeit me helemaal geen fuck. If you could speak, mate. It would gladden me to hear your side. You humbled me once, and I took that hard lesson, and I bettered myself. Die, knowing that for all of our conflict, you helped make a soldier out of a scoundrel. Leave this life for a lasting peace, down among the dead. Heftig! Snap uit het gebied en verberg je. Het lijkt tot nu toe wel goed te gaan, alleen waar moet ik heen rennen, weet je wel? Ik ren gewoon naar de kust toe. Oh, ik moet naar het sluitmoordenaarsbureau. Maar dat kan ook wel via deze manier.
Oh, dat was heftig, maar dat ging wel goed. Perfect zelfs. Het is wel echt mooi weer nu. Tenminste, een gekke manier gezegd. Het is op een mooie manier gemaakt. Ik heb echt geen idee meer waar ik ben. Oké, zonder dat ik naast het touw greep, maar ik schud het alweer af. Oké, nice. Op deze manier raak ik ze sowieso kwijt. Ze zijn me al zo goed als kwijt. Oké, daar zijn we. Cutscene. Laten we kijken. We got word Torres left the city. Who were you chasing? That vial was labeled Torres, but held the blood of his second. Where's he gone? Left port this morning, heading west along the coast. The observatory. Will we follow? Send word to Atabai. We've cornered our man. Ja, ik heb alleen het punt 1 niet. Ik heb de moeilijkste dingen wel gehaald. En dat is gewoon voor mij het gevechten. Alleen dan haal ik het ene niet. Omdat ik het kostuum van Tulum aan heb. Of het Maya kostuum. Waardoor ik niet kwetsbaar ben voor kogels. Waardoor ik hun ook niet nodig had als menselijk schild. Want ik kon er toch wel tegen. Dus als ik op kruisje klikte, werkte het menselijk schild niet. Dus dit was heel apart. Dat moet ik blijkbaar gewoon doen met een ander kostuumpje aan. Laat ik even kijken waar ik heen moet. Voordat ik het hele pokkenend ga varen. Ja, we moeten hierheen. Nou, de fast traveler naar het fort. En dan gaan we snel naar het observatorium. Benieuwd. Benieuwd wat we er gaan aantrekken. Oké, hoe kan ik het best varen? Naar rechts, oké. What is Torres doing looking for the observatory? When you're holding the treasure yourself. Torres doesn't know I have it. So why bring it to him and risk its capture? I'd like him to know what happened, just before he dies. Edward, there's a fleet blocking the cove we want. Aye, the Armada. That's Torres and his men. And you're going to do what, exactly? Find our way past them. Oké, okay, even kijken. Heb ik nog bepaalde dingen? Dit is bijvoorbeeld een boot die ik gewoon afloot wil hebben. Maar ik weet niet wat er in beeld stond. Niet beschikbaar spoedig desynchronisatie. Waar de fuck staat dat nou weer op? We moeten er notabene heen gewoon. Oké, op de achterkant ik damage echt elk stuk van die boot. Fire! We can't take fire! 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 F
Zal ik het overnemen? Want het is wel echt een grote boot hoor. Laten we even kijken. Ja, het is een Man of War van niveau 36. Kijk, hier wil ik eventjes heen. Het heet ook gewoon Splinter in mijn zij. Dat is zeg maar waar ik last van had. Dat we de vorige keer op Long Bay waren. Toen sufferde ik van een schade van een gigantische splinter in mijn zijkant. Oké, we nemen deze prachtige boot even over. En voegen hem daarna toe in onze vloot. En dit is toch wel echt een mooi bootje. Oké, allemaal uitgeschakeld. Waar zijn die fucking scanners dan? Het zal hier zijn. Klik erop man. Jezus, chaos hier. Zo, nou heb ik er persoonlijk voor gezorgd dat al die 20 zijn uitgeschakeld. Nou gaan we naar de verkenners toe. Die rammen we er natuurlijk ook even af. Zo ja, heel nice. Huppakee, schip overgenomen. En deze voegen we zeker toe in mijn float, want deze is awesome. Lekker hoor. Naar Kenway's Fleet. Kom maar bij, knapperd. Ja, mooi tattoetje hoor. Een mooi tattoetje op je arm. Oké, jongens. Nou, dan gaan we hier de volgende part verder. Het is zo rond de 28 minuten. Een iets kortere part dan normaal. Tenminste, het scheelt maar 2 minuten. Maar goed, we zijn nu een soort van al klaar. Meestal zijn we nog druk in de actie en zo. Schreef de part eindigt. Als jullie het vet vonden, laat een like achter. De volgende part wordt een soort van afsluitingspart. Dit wordt echt epic. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Ik hoop dat jullie de video even liken. Laat je mening achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En tot de volgende video, dudes. Later.